CBR staat voor Cross Border Relations. Cross Border Relations houdt in dat wij ook over de grenzen van Nederland kijken. Want we geloven erin dat wanneer we verbindingen aangaan in de landen waar velen van ons vandaan komen, dat we een versnelling kunnen brengen in elkaars voorspoed. Het concept van Cross Border Relations moet je juist zien als een veranderconcept. Een verandering waarvan je de huidige situatie verlaat en koerst naar de gewenste situatie. En wat bedoel ik met de huidige situatie? Wij zijn tot de ontdekking gekomen dat die landen die op dit moment problemen hebben met voortgang, eigenlijk te maken hebben met een erfenis wat wij definiëren als de georganiseerde armoede. Ja, er zijn twee basisoorzaken die dagelijks armoede organiseren. Dat zijn de internationale handelsbelemmeringen, waarbij je eigenlijk landen boycott om hun producten te kopen in landen die eigenlijk het wel kunnen betalen, zoals Europa en de Verenigde Staten. En daarnaast ook de opkomende hulpindustrie, die dat eigenlijk niets anders doet dan geld verdelen in landen die het eigenlijk niet op de juiste manier gebruiken, omdat een groot deel van het geld ook niet eens aankomt in die landen. Het verschil met de traditionele hulpverleners is heel simpel. Wij gaan niet met geld. Ja? Wij gaan met kennis ernaartoe. Wij zijn vanaf het begin met mensen in zee gegaan, waarbij we hebben bepaald met elkaar dat we partners zijn in eerste instantie. En geen hulpgever en hulpontvanger. Die hulpverslaafde relatie die we de afgelopen 60 jaar zien in vele landen, willen we hiermee doorbreken. Er zijn grote gemeenschappen in Suriname ook, die wachten op Oxfam NoVib of Cordate om weer met de zakcenten daar te komen in dorpen, om uiteindelijk weer een paar kippen te kunnen kopen of een beetje bier en dan even gelukkig te zijn. Wij willen dat doorbreken. De hulpverslaving maakt mensen hersendood. Onze studenten worden getraind om probleemoplossers te worden en partnerschappen aan te kunnen gaan. Dat betekent dat de hulpverslaving wordt vervangen door zelfredzaamheid, ook een zelfredzaamheidsattitude. Dat houdt in dat de mensen vanaf het begin al met ons praten van hoe kunnen we zelf een verdiencapaciteit ontwikkelen om financieel en tegelijkertijd mentaal zelfredzaam te worden. Daar zit eigenlijk ook onze kracht in. En dat nemen we bloedserieus, anders doen we ons werk niet goed. O4, dat zien we eigenlijk als de belangrijkste succesfactor voor voorspoed organiseren. Als wij vanaf het begin met overheid, ondernemers, onderwijs en overige organisaties, vooral die organisaties die met armoede te maken hebben, aan tafel zitten, dan komen we er razendsnel waar we willen zijn. En als je met elkaar afspraken maakt en alle neuzen zijn in één richting, hoef je er niet 4 of 5 generaties over te doen. Ik zie zelf een enorme winstmogelijkheid in het veel meer samenwerken. Wat je precies hier ziet gebeuren met 4 organisaties, 4 segmenten die werkelijk samenwerken. Samenwerken binnen de O4 is heel belangrijk. Ik denk dat het zonder die samenwerking tussen die 4 partijen niet mogelijk is dat er ontwikkeling in een bepaalde stad, regio of zelfs land mogelijk is. Ik denk dat de overheid, ondernemerschap, onderwijs en armoedevraagstukken, dat al die dingen aan elkaar verbonden zijn. Maar nu behandelen we ze vaak te veel los van elkaar. Wat mij aanspreekt in het concept van cross-border relations is dat je mensen moet helpen zichzelf te helpen. Het concept is om niet mensen geld te geven om in leven te blijven, maar ze kennis, geld, contacten, ingangen te geven om uiteindelijk iets van voorspoed voor zichzelf te creëren. Ik denk dat cross-border relations een enorme potentie hebben om een win-win situatie te worden. Win voor Nederland, win voor jonge mensen en win natuurlijk voor de landen waar dit concept wordt ingezet. Wij zagen dat er een hele grote motivatie is bij studenten om zich in te zetten voor de ontwikkeling van ontwikkelingslanden. En de mensen die ik daarna gesproken heb, studenten, waren ook heel enthousiast om zelfs nadat ze terug zijn van hun stage hier verder te gaan. Deze minor helpt ons studenten om zich bewust te worden van de problematiek die er bestaat in de wereld en hoe onze studenten daarin mee kunnen werken. Maar zeker zo belangrijk is de filosofie van CWR. Dat is namelijk dat je mensen niet afhankelijk moet maken van hulp, maar dat mensen vanuit zichzelf
hun rijkdom ontwikkelen. En als dat groeit, dan zijn ze helemaal uiteindelijk niet afhankelijk van hulp, maar dan zijn ze afhankelijk van zichzelf. En dat is eigenlijk een heel mooi perspectief. En dit is iets wat jonge mensen aanspreekt en dit zal verandering teweeg brengen. En helemaal in de lijn van Obama, dan zeg ik, daar schaar ik me helemaal achter. Het is heel belangrijk dat ontwikkelingssamenwerking echt inzet op effectiviteit. De tijd van hulp is voorbij. Het gaat om investeren in mensen. Het stimuleren van de eigen kracht van mensen om de problemen op de eigen manier op te lossen. En gelukkig begint dit besef binnen de wereld van ontwikkelingssamenwerking steeds groter te worden, want daar gaat het om. Ontwikkelingssamenwerking is heel effectief als we inzetten op de eigen kracht van mensen. Er wordt te veel met een bril gekeken naar armoedevraagstukken, al zijnde, we gaan ze een beetje helpen. Maar het wordt nooit gevraagd aan de mensen zelf die eigenlijk in de armoede verkeren, wat hebben jullie nodig? Waardoor er echt een dialoog ontstaat. Hoe kunnen we hun, bijvoorbeeld, hoe kunnen wij als politici, ook bijvoorbeeld soms op zo'n dergelijke manier, of mensen in de private sector, hoe kunnen zij coaches zijn om die mensen bijvoorbeeld een handreiking te doen? Als je met mensen spreekt, dan willen ze helemaal geen geld. Ze willen ook daar willen ze kansen. Ze willen de mogelijkheden om zich te ontplooien. Ze willen geen stempel van, en zoals met uitkering arbeidsongeschikt, ze willen geen stempel, je woont in een prachtwijk. Nee, ze willen gewoon behandeld worden als gewone mensen die iets kunnen, als talenten. Dus het gaat niet om geven. En het gaat wel om de mensen als een volwaardig persoon te zien. En in feite ook een gelijkwaardig persoon te zien. Nou, dat ontbreekt tegenwoordig in het economisch verkeer ook nog wel eens, dat de ander meer als de dommerik wordt gezien en wij meer als het slimme volk, wat dan ook weet wat het beste is voor de ander. Terwijl dat in die situaties absoluut niet zo het geval is, want de mensen die in hun eigen omgeving werken en wonen, die weten eigenlijk veel beter hoe ze op die omgeving moeten anticiperen en hoe ze in die omgeving kunnen gaan werken. En dat vind ik ook de meerwaarde van de kennis die studenten krijgen die naar die stage gaan lopen. Dat is een hele belangrijke ervaring voor iedere student. Hier in Nederland leven we met z'n allen toch in een geweldige comfortzone. Daar moet je even uit. Je gaat naar een ontwikkelingsland. De zaak is daar volstrekt anders georganiseerd met andere gebruiken, et cetera. Daar moet je aan wennen. Je verdwaalt als het ware even in je eigen leven. Je moet jezelf weer terug weten te vinden. En ik denk dat het voor alle jonge mensen in Nederland belangrijk is om dat te ervaren. Dus ik vind de filosofie van CWR heel erg goed. Cross-border relations is actief in Suriname, Marokko, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten en nu ook Nederland. En we bereiden ons voor op Turkije en Kaapverdië. Binnen CWR ben ik programmamanager Suriname. En dat houdt in dat je het programma structureert in Suriname om voorspoed te creëren. Maar het houdt dus ook in van dat je de connector bent tussen Nederland en Suriname. Vanaf 2007 zijn we gestart in Perica en dat is een dorp in Suriname. Hierbij zijn we gestart op initiatief van de bewoners daar zelf. En hebben we besloten, of in ieder geval in samenwerking met die bewoners, hebben we besloten om een eco-educatieve tour te creëren. Wat we dus eerst hebben gedaan is top-down bekeken van hoe is Suriname gerelateerd in zijn omgeving. Vervolgens zijn wij in de zomer van 2007 zijn we naar Suriname gegaan. En daar zijn we juist ingegaan op de bottom-up approach. Wat voor economietjes, hoe leven de mensen daar? Wat voor culturen zijn er? Het is natuurlijk niet dat wij meteen helemaal zijn naar een maand geweest, dat we helemaal weten hoe die mensen leven, maar we hebben een idee ervan. Een maand hebben wij in Perica gezeten. Dat is natuurlijk een gebied zonder elektriciteit, toiletvoorziening en dergelijke. Dus we waren echt gewoon part of die community daar, van de Perica community waren we daar. In de nabije toekomst zijn we van plan om, of in ieder geval hoop ik, dat de eerste ecotouristen zich snel zullen aanmelden. Dat is in ieder geval waar wij naartoe werken als eerste doel.
Daarnaast is het van belang voor de voortgang van het programma dat de lokale studenten betrekken in het geheel. Zij zijn degene die kennis hebben van het gebied. En als je dan een samenwerking krijgt tussen de studenten van daar en de studenten van hier, krijg je zo een explosie van kennis dat alleen maar ten goede kan komen van het programma zelf en van het land zelf. Het was natuurlijk een prachtige opdracht om vanuit mijn discipline, dus mijn kennis, te steken in zo'n project. Nou, dat je inderdaad iets goeds doet voor mens en natuur. Dat is een prachtig project. En daar wil ik nu gewoon, daar ben ik op afgestudeerd en daar wil ik ook mee doorgaan in de toekomst. Het is heel erg belangrijk dat Cross Border Relations ook actief is in Marokko. Wat we de laatste jaren zien is dat Marokko volop in de ontwikkeling is. Wij vanuit CBR kunnen daar een bijdrage aan leveren door het concept toe te passen, waardoor alle lagen van de bevolking mee kunnen op een duurzame manier, dus dat we duurzame zelfredzaamheid creëren bij alle lagen van de bevolking. Een van de gebieden waar we actief zijn in Marokko is Amizmiz. Dat is een stad vlakbij Marrakesh, 50 kilometer van Marrakesh vandaan. Daar zijn we in januari met een groep studenten naartoe gegaan. We werden ontvangen in een gastverblijf van de boerencoöperaties, volgens mij zoals dat heette. Het was een soort groot huis eigenlijk met verschillende kamers, met een heer aan de ene kant en een vrouw aan de andere kant. En dan was het, overdag gingen we de stad bezoeken en projecten af. En 's avonds werd er een mooie maaltijd gemaakt voor ons met couscous en kip. En hele gezellige avonden waren dat met de mensen uit het dorp, zodat we met ze konden praten en konden zien waar ze mee bezig waren. De activiteiten die we ondernomen hebben in Marokko, met name in Amizmiz, is dat we daar een coöperatie hebben bezocht die in olijven en olijfolie handelt. En ze doen het dan op een biologische manier. En wat het doel was van het bezoek is in eerste instantie de relatie op gang te brengen. Dus dat we elkaar leren kennen. Maar ook dat we zelf in kaart konden brengen wat hun te bieden hadden en wat de mogelijkheden waren voor de toekomst. We hebben grote ambities met Cross Border Relations in Marokko en in de nabije toekomst willen we dat er geen mensen meer bestaan die afhankelijk zijn van de hulp van derden. Dat iedereen zelfredzaam is, dat iedereen op zijn eigen benen kan staan en vooruit kan vanuit de ondersteuning of de samenwerking die ze met Cross Border Relations zijn aangegaan. Ik denk dat wanneer wij in staat zijn als mensen, maakt niet uit wie je bent, wat voor kleur je hebt, wat voor haarsoort je hebt, maakt niet uit. Maar als we als mensen in deze wereld in staat zijn om compassie, dus medeleven, kunnen opbrengen met onze medemens, ja, compassie. Als wij in staat zijn om rechtvaardigheid, als het ware, hoog op onze agenda te zetten. En het belangrijkste, als we het vermogen kunnen ontwikkelen om te vergeven. Ja. Als we die drie dingen kunnen combineren, moeten we in staat zijn om deze aardbol te maken tot een plek waar iedereen ongelooflijk gelukkig kan worden. Waarbij permanente voorspoed mogelijk moet zijn. Armoede de wereld uithelpen klinkt heel idealistisch en voor sommige mensen als een utopie, iets wat je nooit zal bereiken. Maar mijn overtuiging is dat als je krachten weet te bundelen en vooral de eigen kracht van mensen kunt stimuleren, dat het absoluut mogelijk is om armoede te verminderen en op den duur de wereld uit te helpen. Als iedereen doet in dit land waar hij goed in is en bijdraagt op zijn eigen manier, en dat is heel verschillend, als iedereen steentje bijdraagt, dan gaat de motor hier ronken en dan hebben we voldoende middelen om iedereen het menswaardig staan te bieden. Je zult dat moeten doen door de mensen de mogelijkheid te geven om een goed bestaan op te bouwen. Maar dat betekent ook dat de mensen de mogelijkheid moeten hebben om een goed bestaan op te bouwen. Dat betekent meer dan nu een rechtvaardige verdeling van de welvaart. Wij leiden op voor wereldburgerschap. En de minor van Cross Border Relations is natuurlijk uitermate geschikt om beeld te krijgen van wat er in onze hele wereld gebeurt. Wij moeten onze studenten interesseren voor ontwikkelingslanden en de mogelijkheden die daar zijn om mee te denken, mee te helpen. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Ja, dat is ook echt zo. Een toekomst zonder armoede is te realiseren. Wij moeten het doen.
Armoede is evenals voorspoed mensenwerk. Kom niet van boven. Hoewel ik er op de avond zelf niet bij kan zijn, wil ik graag benadrukken twee dingen. Dat ik iedereen die hierbij betrokken is, heel veel succes en kracht en doorzettingsvermogen wens. Want het is belangrijk waar jullie mee bezig zijn. En de tweede is, jullie kunnen op mij rekenen. Vanuit de Tweede Kamer doe ik mijn best om jullie initiatieven te bevorderen en op de politieke agenda te plaatsen. Ik wens jullie allemaal een geweldige conferentie. Succes met alle visies die jullie ontwikkelen. Ik geloof in de jonge generatie. Ik geloof in alle mensen die van mensen houden. En ik geloof dat deze conferentie perspectief zal bieden. Open the doors for the people in poverty. Open the doors if you care for humanity. Open the doors at the people of society out there. Open the doors for the people in poverty. Open the doors if you care for humanity. Open the doors at the people of society out there.